Voor het in ontvangst nemen van zijn COVID-vaccinatie. U ziet de president heel relaxed op de stoel zitten. De arm van de president wordt ontsmet. En daar gaat het spuitje, de arm van de president, binnen. En een proces van een paar seconden. En de gebruikelijke pleister die wordt geplaatst op de arm. En volgens de procedure moet de president nu even in de wachtkamer, de observatieruimte, voor een 10 tot 15 minuten. En dan wordt de president gemonitord. En dit proces gebeurt bij iedereen die het COVID-spuitje krijgt. Ik ben zelf besmet geweest met het coronavirus. En ik weet wat die besmetting betekent. Laat me dat duidelijk benadrukken. Vandaag is het al 3 maanden dat ik genezen verklaard ben, coronavrij verklaard ben. 3 maanden. Maar ik heb nog steeds last. En ik heb alles laten onderzoeken. Hart, longen. Ik kom net van KNO-arts. Allemaal. Alles zit wel goed. Maar nogmaals, de sporen van de schade. De sporen van de schade blijven wel achter wat coronavirus met je organen doet. Daarom zie je namelijk dat de president af en toe moet hoesten. En dat gaat nog even aanblijven, zeggen de specialisten. Uiteraard zeggen ze, ik moet ook rust houden, die ik niet doe. Dus dat ga ik na vandaag wel doen, een beetje meer rusten. Maar laat dit mijn eerste boodschap zijn. Doe alles om niet besmet te raken. Zorg ervoor dat je geen coronavirus krijgt. Want if you know about conditie. Ik kan je zeggen, ik heb conditie. Ik heb energie. Maar niet iedereen heeft dat. En ondanks die energie, toch een nak me hebi. Een nak me hebi. Kijk naar die beelden in het buitenland. Want ik hoor nog steeds dat we kritiek krijgen als regering. Dat we allerlei maatregelen treffen. Nee, we treffen die maatregelen om het volk te beschermen. We treffen geen maatregelen om mensen onaangenaam te zijn of om mensen te pesten. Natuurlijk moeten we weer een keertje naar het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal, want normaal wordt het nooit. Het nieuwe normaal. Maar ik kan één ding wel zeggen. Als we die strenge maatregelen niet treffen en er is een explosie in besmetting en de ziekenhuizen kunnen niet aan en het verplegend personeel kan niet aan, dan gaat men maar 1 persoon aanspreken. En dat ben ik. En ik heb geen moeite dat men aanspreekt, maar ik ken mijn verantwoordelijkheid wel. Dat ik alles zal doen om het volk te beschermen. Voor wat betreft vaccin, daar is een hele discussie geweest. Omdat ik besmet geweest ben, heeft men nu vastgesteld dat ik op een natuurlijke wijze weerstand heb opgebouwd. Antilichamen heb ontwikkeld. Dus de vraag is, mocht ik wel gevaccineerd worden? Daar waren er discussies afgelopen dagen, weken. Van nee, het hoeft niet. Andere ja, maar na 3 maanden. Andere weer, nee, na 6 maanden. Nee, 1 prik maar. Dat is een hele discussie, wetenschappelijke discussie geweest. Daarom heeft de president even gewacht. Totdat eergisteren het advies binnen is gekomen van de artsen, van het medisch team. Ja, hij mag gevaccineerd worden. En 2, hij mag maar 1 prik. Dus dat is wat ik als advies had. En daarom ben ik vandaag hier om te laten vaccineren. Omdat ik geloof heb in wetenschap. Ik heb geloof in wetenschap. Maar natuurlijk, vaccins zijn niet 100%. AstraZeneca is 75% zekerheid. Dus als mensen na vaccinatie toch besmet worden, dan zijn ze in die 25%. Begrijp je? Dus men moet niet ervan uitgaan, omdat je gevaccineerd bent, ben je nu immuun. Nee, is niet waar. Dus dan nog moet je je houden aan de veiligheidsmaatregelen van mondkapje en handen wassen. En je kent de bekende protocollen om de mensen te beschermen. Dus die dingen moeten gewoon doorgaan, al ben je gevaccineerd. Als we kijken naar de vaccinatieteller, heer president, dan merken we dat 38.000 personen pas zijn gevaccineerd. Dit aantal is nog te laag voor Suriname. Als regering, als president wil ik
dat we dit jaar tot 31 december en ieder kunnen vaccineren. Dat we toch goed naar een goede kerst kunnen gaan, naar een goede jaarsluiting kunnen gaan. We gaan naar het nieuwe normaal. Dus ik hoop dat het volk begrijpt, maar zolang niet aan ieder gevaccineerd is, zullen wij als regering gedwongen zijn om maatregelen te treffen om onze samenleving te beschermen. Ik roep de mensen op om te blijven geloven in wetenschap. Wij als leiders geven het goede voorbeeld. En ook de vicepresident heb ik gesproken vandaag in Marowijn. Ook hij gaat zich laten vaccineren, want hij was ook besmet met virus. Dus hij moet ook gaan, dus dat gaat hij ook doen. Maar nogmaals, ik denk dat wij als regering alles moeten doen om ons volk te beschermen. En het enige wat ik het volk vraag is, heb begrip. Laten we alles doen. Er zijn bijna gezinnen gehalveerd. Heel wat gezinnen zijn gehalveerd. Belangrijke gezinsleden zijn al dood gegaan. En we hebben niet zoveel beademingsapparatuur. We hebben geen grote intensive care. We hebben niet zoveel specialistisch personeel. Want er is niet iemand daar plaatsen met een beademingsapparatuur. Je moet personeel hebben. Je moet 6, 8 verplegend personeel hebben. Per patiënt daar zo. Begrijp je? Dus dat hebben we niet. We hebben niet zoveel van die ziekenhuizen. We hebben heel wat voorzieningen getroffen. Voor isolatie. We hebben voorzieningen getroffen. Voor quarantaine. Maar op het moment dat men verder gaat naar die specialistische behandelingen van intensive care en zuurstoftoediening, dan wordt de capaciteit kleiner. De ziekenhuizen zijn nu bezig om meer ruimte te creëren. Gewone zalen. Gewone ziekenhuiszalen worden nu getransformeerd naar intensive care zalen. Weet je wat dit betekent voor die gewone patiënt? Dus niet die coronapatiënt. Die gewone patiënt die ziek is, die behandeld moet worden. Patiënten als gevolg van aanrijdingen en of andere ongevallen, die kunnen niet goed behandeld worden. Omdat er voor hun geen ruimte is. En ook geen verplegend personeel is. Omdat personeel nu onttrokken wordt, het regulier personeel wordt nu onttrokken voor corona. RGD-verplegend personeel wordt onttrokken voor corona. Dus hierdoor komt jouw eerste lijnzorg in gevaar. Maar als we allemaal ons houden aan de protocollen van corona, dan kunnen ook andere patiënten geholpen worden. Kunnen andere personen ook geopereerd worden. Kunnen andere personen ook specialistisch behandeld worden. En een ander gevaar is, als we zo doorgaan, is er ook risico voor het verplegend personeel. Maar als verplegend personeel, dokter ook besmet gaan worden, dan wie gaat? Dus men moet die impact ervan begrijpen en niet met allerlei verhalen komen dat de regering bezig is. Weet je, maatregelen treffen om de samenleving onaangenaam te zijn. Nee, die regering zijn we niet. Dat karakter hebben we niet. We houden van de samenleving en daarom willen we veel maatregelen treffen om die samenleving te beschermen. Dus laat deze boodschap dat eens zijn ter stimulering van de mensen die nog twijfelen. Laat je vaccineren. Laat een sterke maatschappij worden. Laat een sterke samenleving worden. Laten we elkaar beschermen. We hebben iedereen nodig om dit land op te bouwen. Elke Surinamer die ziek wordt, kan geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Elke Surinamer die doodgaat, dat gaat bijdragen dat het land niet ontwikkeld wordt. Nogmaals, Lobis Ranamang. Sana Uma, met begunu lek president. Houdt u zich aan de protocollen van COVID. Maar zorgt u ook ervoor dat u alles doet om niet besmet te raken. Zorgt u ervoor dat u anderen niet besmet. Maar zorgt ook ervoor. Goed, ik heb vaccinatie. Het doet niet pijn. Ik heb net gehad. Dus, lobby brada Nassisa. We gaan het samen doen. We gaan dit land redden. We hebben Biggie Ragado. Laat er snel een oplossing komen en het probleem van COVID-virus voor de hele wereld, voor de mensheid en ook voor Suriname.